Waarom moeten de mensen daarvoor opdraaien? In Brabant gaat er niets boven Altena. Hij krijgt ze. Is dat zo? De nieuwe gemeente Altena heeft nog geen ambtsketen. Dus bedacht de burgemeester een creatieve oplossing. Lever uw oude zilveren sieraden, bestek of munten in. En dan smelten we die om tot een nieuwe ambtsketen. Ik heb er nog wel wat in de la liggen, ja. Nee, ik niet. Vind ik een leuk idee. Dan zou ik het liever aan een ander doel geven. Dat doet het dan niet. Het voorstel van de burgemeester die spreekt van fair trade zilver, het hergebruik van zilver. Ook lepels. Alles wat zilver is. Nou ja, goed. Dat voorstel heeft de tongen losgemaakt in Brabants jongste gemeente. Iets wat je dus hebt aan zilver, dat heeft heel vaak een iets als herinnering of gedachtenis. En dat ga je niet inleveren voor de burgemeester zijn ambtsketting. Daar moet hij zelf maar voor zorgen of de gemeenteraad, vind ik. Je kunt ze vrijwillig inleveren. Ja, vrijwillig, dan kan ik alles wel afgeven of niet. Brabant gaat er niets boven Altena. Zoals altijd en bij ieder plan heb je voor- en tegenstanders. Dus ook bij het plan om je oude zilver aan de gemeente te doneren voor het maken van een ambtsketen. Al wat zilver is, gaan deponeren in een doos of in een kistje. En die zal ik dan bij de gemeente Altena brengen. Dat gaat u echt doen? Zoveel als ik het nog kan vinden, dan wil ik het best gaan doen, maar... Ja, wat het zal worden en hoeveel het is, dat is natuurlijk nog moeilijk te zeggen. U krijgt er geen geld voor, hoor. Dat hoef ik ook niet. Ik vind het een leuk idee. Ja, ja. Vind ik echt. Alleen, je hebt weinig zilver. Ja, ik heb niet zoveel. Nee, sorry. Wie zijn zilveren dukaten van weleer inlevert om ze te laten omsmelten voor de ambtsketen, die krijgt overigens geen geld. Maar wel eeuwige roem en een certificaat. En dan kan ik het altijd aan een ander laten zien. Daar heb ik ook een bijdrage aan gegeven. Aan die mooie... Ja, dat moet nog maar blijken. In Brabant gaat er niets boven Altena.